ik ben Rick en welkom terug bij Kerbal Space Program seizoen 3, aflevering 3 volgens mij. Ja, ik weet het wel even wel zeker. Dus de vorige keer zijn we Jebediah kwijtgeraakt en dat is natuurlijk vervelend nieuws. Want het was onze piloot. En piloten zijn best wel belangrijk in missies. Dan kan je SAS gebruiken. Ze hebben skill levels, dus dat is een beetje vervelend. En toen hebben we Ted Fun gehuurd. En die heb ik wat missies laten vliegen. Ik heb hem in orbit laten gaan. Dus hij is nu 1 ster piloot. Dus dat is goed, dat is handig. Dat is zeker wat wij kunnen gebruiken. En verder ben ik nog op missies wezen. Wat dingen wezen testen, zeg maar. Een hoop missies al afgewerkt, zeg maar. Een beetje saaie dingen. En we zitten aardig ver in onze tech tree. We moeten binnenkort de dingen gaan upgraden. Maar voor vandaag wou ik een beetje soort van multitasken. Dus als wij hier even naartoe gaan kijken, hebben we hier Explore the Moon. Die gaan wij accepteren. En dan hoop ik dat we zometeen een paar andere missies erbij hebben. En daar moeten we even een goede raket voor maken, uiteraard. Dus dat zal zoiets wel worden. Ik weet nog niet precies wat ik ermee ga doen. Maar dat zullen we zo meteen wel zien, uiteraard. Maar voor deze missie gaan doen, zeg maar. En dat is EVA. Want we gaan dus op de maan landen. En dan is het wel leuk als we ook een service sample mee kunnen nemen naar huis. Dus dan moet het astronautencomplex moeten upgraden naar level 2. Kost 70.000 van die dingetjes. En dan zie je capaciteit wordt 12 in plaats van 3 dat we nu hebben. Kerbals can perform EVA's. En Kerbals can place flags. Dus dat is mooi. Kunnen we unlimited active Kerbals. Ja, die hadden we al. Oké. Dus ik denk dat we ook zometeen, als het goed is, kunnen we ook een server sample meenemen. Dus dat is fijn. Nou had ik een keer in Creator getest dat we met dit, als we dit landen op de maan of op de muur, dan kunnen we hiermee terug naar de aarde komen. Dus dat gaan wij uiteraard ook proberen. Kijken of dat goed gaat. Als het goed is hebben we nog wel quick saving, dus dat zou geen probleem moeten worden. Laten we 2 extra dingetjes meenemen voor de zekerheid. En deze hebben we niet nodig. Dus ik ga de raket even verder bouwen. Beetje letten op deze dingen uiteraard. Om ervoor te zorgen dat we deze wel doen, zeg maar. Dus ja, daar ben ik even mee bezig, denk ik. En dan uiteraard wel zorgen dat we de goede bij ons hebben. Niet die, maar we nemen deze mee. Want hem gaan we nodig hebben, denk ik. En dan ben ik zo terug met de raket die we uiteindelijk gaan vliegen daar naartoe. En wat vinden we ervan? ja. Dus wat ik me realiseerde. Dit wil ik even anders doen. Is dat onze launchpad uiteraard nog niet zoveel kan hebben. Kan hebben. Maximaal 30 onderdelen. En daar zit je snel aan, echt waar. Dat valt nog vies tegen. Zeker als je een lander wil maken, zeg maar. Dus volgens mij hebben we een aardig gevalletje. Oh. Landing gear. Fuck it. Zonder. we gaan proberen te landen op deze dingetjes hier zo. Hopelijk gaat het goed. Ik heb ook nog. Ik wil deze even bij hebben. Probleem met dit. Ik geloof dat we quick load hebben. En quick save. Toch? Ja, quick save. Laten we hopen dat het goed gaat. Oké. Okay. We hebben natuurlijk ook geen ding. Ja. Oké, dan. recover vessel. Ja, die zijn dus niet. En wat ik bedoelde is, we hebben. Bij tracking station is ook nog niet zo ver, dus we kunnen geen manoeuvre nood zetten. Wat is dit? Oh ja, dit is de Kerbal Apoapsis. Ze willen dat we een satelliet op die baan. Maar we hebben nog niet echt probe cores of zo.
Dus dat gaat nog een beetje moeilijk, maar... laten we heel even snel staging checken. Deze drie niet tegelijk. Zo. Als we deze nou ook eens even apart doen. Zo. Ik doe het echt allemaal ter plekke. Die moeten we ook niet tegelijk doen. Volgens mij is het goed zo. Safe. Hoppa. We gaan ervoor. Anders moeten we te plannen. Want juist. Dus dan wil ik zeg maar wat extra dingetjes gaan doen. Zeg maar die we. Zeg maar tijdens die vlucht. 3, 2, 1. Om ervoor te zorgen zeg maar dat. Dat we niet zoveel tijd verspillen. Juist ja. Oké. Okay. Dus interessant. Interessante combinatie zo. ja. Ik hoop dat we het gaan halen. Met wat we hier hebben. Het is uiteraard wel een. Het gaat uiteraard nog wel een dingetje worden. Eens even kijken hoor. We gaan aardig qua launch. Want zodra het niet is geworden, hebben we zojuist een hele hoop geld verspild. Dus ja. Beter wordt het wel wat, zeg maar. Oké, we gaan aardig goed. Als je aan het begin heel erg hard gaat, heeft het ook niet echt veel nut. Want dan verspil je alleen maar brandstof. Dus op zich is het niet zo erg dat we niet zo snel gaan. Het punt is alleen dat we deze natuurlijk niet zoveel meer hebben zo. Dus dat is een beetje jammer. Maar goed, kunnen we ook niet zoveel meer aan doen dan. Hoppa, en... Ach, goede separation, dus dat is mooi. Dan gaan we nog een beetje versnellen. We zitten al in de orbit. Oei. Dan gaan we een beetje langzaam. Laten we hopen dat we gewoon op tijd hoog genoeg komen, zeg maar. Ho. Juist, ja. Dit gaan wij even anders doen. Oké dan, dus ik heb hem wat ingekort. En ik heb deze wat lager gezet qua thrust, zeg maar. Dus, dus deze vuurt nu op 90% in plaats van 100%, zeg maar. Dus dan hoop ik dat we er wat langer mee kunnen doen, zeg maar. En qua launch gaat het nou al een stuk beter. en ik heb er een tank tussenuit gehaald, dus hopelijk... Ja, gaat het nou wel beter? Zitten we nog qua geld? 20.000. Oef. Ik heb nog een stukje wel kunnen redden. Niet zoveel helaas, maar wel een stukje. Dat heeft er uiteraard natuurlijk voor gezorgd dat we wat geld over konden houden. En dat we zeg maar... gewoon dingen kunnen doen, zeg maar. Nog wel. Dus dat is wel fijn uiteraard. Maar ja, dit gaat een beetje saai worden als ik dit de hele tijd laat zien. Dus ik ga even proberen om dit zonder jullie te doen. Dat zal ook wat beter zijn voor mij. Dan kan ik me wat beter concentreren. En dan ben ik zo terug. Laten we dat maar niet doen. Nee. Dus ik heb geprobeerd met zeg maar die andere te lanceren. En dat lukte ook niet. Dus ik heb het uiteindelijk maar opgegeven, zeg maar. Niet de missie, want dat gaan we nog testen, zeg maar, voor wat geld. Zodat we weer een beetje normaal spulletjes hebben. Daarnaast heb ik ook... we hadden natuurlijk quicksave de eerste keer dat we gingen lanceren. Dus die heb ik gelaten. Dus we hebben zeg maar al onze spullen weer terug, zeg maar. Dus dat is fijn. Maar nou wil ik eigenlijk dit ding gaan upgraden. Dus 32k valt mee. Tracking station upgrade required flight planning. Prima, ik weet niet wat dat betekent, maar het zal wel leuk zijn, denk ik. Hoopte ik eigenlijk dat we ook nog een beetje andere missies zouden krijgen. Maar op zijn minst kunnen we er nou dan een paar meer tegelijk doen. Want nu zaten we er met 2 en nu kunnen we er blijkbaar 7, dus dat is lekker. Op deze manier wou ik gewoon nog even...
Oh, deze kunnen we nog wel doen op zich. En deze ook wel. Dus die twee gaan we accepteren. En dan, ja. Dat is eigenlijk hetgene wat we nu gaan doen, zeg maar. Dus gewoon weer testen en saaie dingen doen. Ja. Het is een beetje een tegenvaller op zich wel. Ik wou niet deze hebben. Nieuw, heel mooi. En we moeten een beetje ook missies hebben trouwens. Waar we wat zonnestelsel, zeg maar. Dat krijgen we nu pas verder dan onze lanceercapaciteiten, zeg maar. Dus als we gaan kijken, krijgen we hier Science voor 5. Wauw. En hier eentje. Wauw. Het is wel heftig dit. Maar goed, moet op zich te doen zijn. Dus ja, ik denk dat je wel... Kunnen we niet gewoon deze gebruiken? Ah, die is zwaarder, laat maar zitten. Ik ga nog raketjes maken, denk ik. En wat geld verdienen en wat science doen. En wat dingen testen. En nee, kom wel goed, kom wel goed. Hoop ik. Maar goed, in ieder geval, tot zo. Oké, dan, dus het spijt me als je het kan horen, maar het regent een beetje, dus ja, dat is een beetje vervelend. Het zijn moeilijke tijden hier, relatief gezien. Als je eens even naar ons geld kijkt. Oh, 670.000, ja, 73 eigenlijk. Als we even gaan kijken, dan hebben wij hier deze. En deze was echt heel erg effectief, zeg maar. Dus we kregen bijna 100.000, bijna een ton dus, zeg maar, als voorschot. En uiteindelijk hebben we er 4,5 ton voor teruggekregen. Toen we hem, afgemaakt hebben. En 72 science, dus dat is mooi. Daarnaast... Ach, het gaat net harder regenen, wat jammer. Ik had een relatief goedkope raket, dus we hebben een hoop geld nu. En ik heb uiteraard ook nog een aantal andere missies bijgedaan. Zoals je wel kan zien hier zo. Dat is mooi. Nu kunnen we eindelijk een beetje leuke dingen gaan doen. Aangezien wij zoveel geld hebben, want dan kunnen we wat upgraden. Dus ik zit aan het denken om deze misschien up te graden. Of deze. En dan deze erbij. Weet je wel, gewoon even kijken wat we willen hebben. Eigenlijk wil ik dit wel hebben. Maar eerst gaan we even kijken naar... wat we willen gaan unlocken. En daarmee gaan we een beetje kijken welke missies er zijn. Deze. Even kijken hoor. Deze missie. Deze alweer. Oh, deze is makkelijk. Accepteren. Die doen we er ook meteen wel bij. Dus deze. Deze. Dat zijn allemaal spaceplane dingen. Dus dat is wel een beetje iets waar we rekening mee moeten houden. Even kijken hoeveel geld gaan we hiervoor krijgen. Dat is bijna niks. Dus ook niet zo super veel. Deze heb ik ook echt al een aantal keer gedaan. Blijkbaar komt hij steeds terug. Nou, dat is niet erg. Misschien blijft dat je motiveren, zeg maar, om de ruimte in te gaan. Dus dat is wel fijn op zich. Dus als we gaan kijken. Deze kunnen we ook nog testen, geloof ik. Dus dat is wel een goede keuze om die te doen. Maar ik zat eigenlijk aan te denken aan deze. Nee, ik wil op zich ook nog deze hebben. Die zijn wel duur. Wauw. Niet gezond. Laten we deze doen. Advanced landing. Oei. Over 100, meer dan 100 science. We gaan toch dit ding doen dan, denk ik. Dan kunnen we alsnog onze maanmissie lanceren vandaag. Vet. Deze. En deze. Oh ja. Oké, dus ik ga even eerst twee andere dingen doen. En daarna... Even kijken hoe groot... we kunnen ongelimiteerd. Fijn. Dus ik ga eerst die twee dingen even afwerken, zeg maar. En dan gaan we daarna de maanmissie alsnog doen. Dus kunnen we alsnog multitasken, soort van. Niet echt. Toch wel. Ik weet niet. Het regent nog steeds, maar naar mijn idee kan je mijn computer harder horen opblazen dan dat je de regen op mijn dakkapel hoort. Maar dat maakt niet uit. Dus weet je, ik was lekker aan bezig, weet je, met de dingetjes. Deze, ik wou wat antennes meenemen, zodat we konden transmitten, weet je wel. Dat was allemaal prima en aardig. Totdat ik hier ging kijken. En zag ik, 30? Oh.
Toen realiseerde ik me wat. Want weet je, voor één ding. De VAB zelf. Ach, max port 30. Zo jammer, basic action groups. Oh, dat is wel handig op zich. Maar ja, de VAB level 1 kan maar tot 30 dingen, 30 parts, zeg maar. Wat uiteraard een beetje... We missen punt W science? Ja hoor. Dus waarschijnlijk gaan we deze gewoon even doen. Oh, nou als we deze doen, dan hebben we meteen gedaan. Waarschijnlijk doe ik dit gewoon even. En ik word hier een beetje moe van, jongens. Ik word daar een beetje moe van. Ja. Maar goed, dus... dat wou ik even kwijt. Ja, eigenlijk dat. Dus ja. Ja. Nee, meer. Ja. Ik zal even laten zien hoe we heel snel die science kunnen krijgen vanaf dat ding af. Of ik bedoel deze. Dat is echt niet moeilijk. We gooien deze en we pakken er... We hebben hier wel een hoop parachutes voor nodig. Dat is een beetje het nadeel. Maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Dus hoppata. En volgens mij kunnen we hiermee gewoon voor gaan. Engineer ook level 1, want die heb ik zonder SCS in orbit geweten te sturen bij die mainsail. Dus dat was fijn. Niet echt leuk om te doen. Oké. Dus dit haalt 70.000 meter zo. Wat uiteraard wel fijn is. En op die manier kunnen we dus die science krijgen. Dus een leuk klein trucje, zeg maar voor je hoogtelimiet. Maar goed, ja, ik ga dus nog even een beetje door. Het is ondertussen 2:30 s'nachts. Dus ik moet misschien niet zo hard praten. Voordat ik mensen wakker maak. Maar goed, maakt niet uit. Oké, dan dus. Het is ondertussen 3:00. Ik ga naar bed zo. Ik heb het wel een beetje gehad ondertussen. Ja, weet je, het gaat een beetje moeizaam. Waarschijnlijk omdat het midden in de nacht is. En omdat ik zo nu en dan wel eens stomme foutjes van die hele kleine dingen. Waarvan ik zoiets heb zo van, had dat nou niet gedaan, weet je wel. Hebben jullie vast ook wel eens. En wat de quick load is, of de quick save, om het zo maar even te zeggen. Laten we deze even lanceren. Nee, niet lanceren, maar vanaf de punt. Hoe zit de dingen doen? Oh man, ik krijg ook opeens de hik. Heel lekker. Zo, dus we hebben een nieuwe quick save Space Center. Kunnen we deze weer terug recoveren. Dus ik had het er laatst over om een modded Kerbal Space Program serie te doen. Zeg maar nadat deze serie afgelopen is. Dat gaat in creative worden, denk ik. Of in ieder geval zonder funds. Want een beetje mijn mening over dit gebeuren. Het is begrijpelijk dat ze het zo doen. Hè? Want ik bedoel, zoals steeds als je een nieuw item erbij krijgt. Zeg maar dan, hier zo. Dan moet je hem weer testen natuurlijk. En dat snap ik, want ik bedoel, het is een beetje onverantwoordelijk om een... nieuwe raketmotor in één keer te gebruiken. Ook al is dat wel leuker uiteraard. Maar ik bedoel zo van... het wordt een beetje veel zo. Als we gaan kijken naar hoeveel test dit, test dat. In flight over, weet je wel. Het wordt een beetje vervelend. Naar mijn idee. Dus ik heb er ook al wel het een en ander uitgeknipt, weet je wel, tussen de video's in een beetje verzorgd dat het niet gebeurt, of dat jullie niet zoveel zien. Want als je het leuk vindt, kan je het zelf gaan doen, zeg maar. En dan weet je, dit soort dingen, dat zijn de leuke dingen om te gaan doen. De satellieten, weet je wel. Maar ja, het is toch een beetje jammer zo, dus... Ja, laat me een beetje jouw mening weten in de reacties als je dit ook een beetje ervaart zo. Ja, en ik bedoel, van al doen we per ongeluk dit hier zo. Wat we dus ook deden. En trouwens, hier krijgen we 1 ton voor en voor die skipper testen kregen we bijna 5 ton voor. Dat is ook een beetje apart, maar goed. Ja,
Laat me een beetje jouw meningen weten in de reacties hier beneden. Ik ben erg benieuwd. Ik zal er naar kijken. En dan zie ik je volgende keer weer terug bij Kerbal Space Program. En dan hoop ik een beetje verder te zijn. Met het testen van deze dingen. En ik hoop ook een beetje... misschien dat we dan deze ook ondertussen wel geüpgraded hebben. En dat we geld hebben dan alsnog voor de raket, zeg maar. Dus ja, daar hoop ik een beetje voor. In ieder geval bedankt voor het kijken nogmaals. En dan zie ik je volgende keer weer terug bij Kerbal Space Program. Later!